Yo, Nintendo fans, welkom bij een nieuwe video. Welkom bij Rikachu en de avonturen van de zoektocht naar de hamburger deel 2. We zijn bezig in Miitopia en we moeten op zoek naar een hamburger. Als het goed is ligt hier ergens een kissie wat we kunnen gebruiken. Maar een hamburger? Nee, die hebben we nog steeds niet gevonden, Potjan Dikkie Dori. We krijgen lekker veel monies erbij. Altijd fijn, altijd chill. Maar ik heb gehoord dat jullie zeiden dat ik iedereen in mijn team moet levelen. En dat is nogal een ding. Want tot nu toe heb ik alleen mijn favoriete characters eigenlijk geleveld. Dus ja, ik moet dit eigenlijk ook gewoon doen. Zucker moet ook betere maatjes worden met Epona en zo. Lukt niet helemaal. Maar blijkbaar moet ik dus ook anderen meenemen. En blijkbaar moet ik dus ook bijvoorbeeld Zelda gewoon te eten geven. Want Zelda moet ook beter worden. Nou, iedereen moet gewoon lekker gaan smikkelen blijkbaar. Ook Wooloo, die moeten we ook nog blijven voeden. En Luigi. Dus dit wordt wel een ding. Dat betekent ook dat iedereen dus betere wapens nodig heeft. Bijvoorbeeld Shadow, die moet gewoon deze kogel hebben. Maar tot welk level moet ik iedereen nu eigenlijk gaan levelen? Laat het weten in de comments. Doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En misschien moeten we nu maar iemand anders meenemen. Dus bijvoorbeeld Steve even niet en dan Shadow. En Red even niet en dan maar Zelda. Oké, we gaan even terug. En dan moeten we nu denk ik dan toch maar hier naartoe. Waar ligt die hamburger dan? We zijn nu weer opeens in de woestijn, joh. En ja, en Zelda is erbij, hè? Shadow is erbij. Is wel gezellig, weer een keer een ander teampie. Ik vind het maar heet hier. En Mario die snapt het niet, want we waren net nog in de velden en nu opeens in de woestijn. Curiosa doet zijn naam eer aan. Wel gezellig. Zelda, dat is echt lang geleden dat Zelda erbij was. Wat vinden jullie van Zelda, jongens? Oh, jongen, ga nou niet op die... Huh? Huh? Mario kreeg een onverwachts cactus acupunctuur. Hij vond die cactus gewoon chill. Oké dan. Nice. Hij gaat gewoon even voor zijn lol op een cactus zitten. Let's go, Mario. Auw. Auw. Zo, dat deed trouwens best wel even pijn. Die cactussen die maken me kapot, joh. Ik denk dat als een cactus op Zelda gaat, dan gaat het helemaal niet meer goed komen. Bloemetje! Come on, Zelda! Zelda is pas level 10, hè. Dat is echt nog een beetje noopie nog. Lekker, Serena. Cactus 1 is kapot. Zij zitten lekker in een hyper mode. Die hype mode is wel echt sick, man. Hey, en Shadow gaat naar 12. En de bonus XP ga ik maar even geven aan Zelda. Want Zelda moet echt even snel een paar leveltjes omhoog dan. Die is nog maar level 10. Het is gewoon een beetje zielig voor Zelda. Neuzen en cactussen. Laten we gewoon met z'n drietjes allemaal in hyper mode gaan. Go! We gaan neuzen kapot maken. Lekker. Oh, kijk. Ja, dat bedoel ik. Zelda gaat gelijk bijna in één keer kapot, jongens. Die krijgt één tikkie van een cactus en het is bijna gelijk gedaan met Zelda. Go, go, go. Bing. Kom op, Shadow. Kom op, Zelda. Oh, ik mag nog een keer. Lekker. Ga ik de loopneus kapot maken. Nu jij in je hype mode. Ja, die hyper mode, jongen. Insane. Ik hoop dat ik snel meer strooisel krijg voor die hype mode. Dat zou echt lekker zijn. En wat ook lekker is dat Zelda nu in ieder geval level 11 is. En nog meer bonus ervaringspunten. Die kunnen we ook aan Zelda geven. En is ze gelijk, bam, level 12. Gewoon één keer even met Zelda spelen. En Zelda is level 12. Nice. Dat is hetzelfde level als Shadow trouwens. Ondertussen proberen Red en ik weer vriendjes te worden. Ja, yay. Beter. Even een nieuw wapentje voor Zelda. Een garde. Wat moet een popster met een garde? Is het een popster die ook in de keuken moet staan? Tootje, even nieuwe kleren. Dit kostte me 730 monies, wou ik zeggen. Maar Toot zit weer snoepjes te kopen. Die we helemaal niet nodig hebben. En Wooloo krijgt even een wapentje. Magisch toverstaffie. Die ziet er wel vet uit. Ja, Wooloo is wel aardig op level. Laten we doorgaan. We kunnen naar de kist en we kunnen naar professor Okidoki. Eerst eens even naar de kist. Even kijken wat hierin zit, jongens. Mag ik een nieuw wapentie dan? Of een nieuw kleertie. We kunnen bovenlangs of onderlangs. Nou, laten we eerst maar eens even bovenlangs gaan. Gun even een wapen, jongen. Wow. Dit zijn zilveren hieroglyphies. Mario, die begint even. En Zelda is alweer bijna dood. Arme Zelda, jongen. Dit schiet echt niet op. Volgens mij moet ik Zelda ook gewoon veel meer eten gaan geven. Zelda is wel echt support, jongen. Die gaat wel lekker op de support. Die helpt ons goed mee. Kissy! Een game ticket. Potverdorie, daar heb ik niks aan. Oh, we kunnen weer kiezen. Weer boven of onderlangs. Eigenlijk moeten we dit twee keer doen. Misschien liggen er nog wel meer kissies. Ik weet alleen niet of ik daar zin in heb. Oké, ik moet duidelijk nu eerst even healen. Want Mario die was bijna kapot. En de hyper potion voor Mario en voor Shadow. Want deze twee cactussen die zouden zomaar even een probleempje kunnen zijn. Oké, ik zal het proberen af te maken. Nee, lukt nog niet. Ik ben nog niet sterk genoeg. Let's go, Zelda. Wat doe je, Zelda? Zelda geeft Shadow nog een beurt. Ja, dat is op zich wel nice, man. Zelda is wel een goede support character, hoor. Lekker bezig, jongen.
En Serena komt ook even helpen. Die komt even cactussies verbranden. Nice. En Shadow die gaat al naar 13. En dan laten we Zelda ook naar 13 gaan met de bonuspuntjes. Ah, dit gaat hard. Nog een kissie. Een mummy snackie. Maar er moet ook nog een groot kissie hier zijn, toch of niet? Maar even serieus, waar is nou die hamburger dan? We gaan nog een keer langs die kissies. En nu via de onderste routes. Kijk, hier is de grote kist. Lekker, wat zit erin? Een macho lapjas. Oeh, dat is nice. Dat is een nieuw jasje voor Mario. En die is best wel duur. We gaan alleen het effect dragen. Ja, nice, nice, nice. Hier ben ik super blij mee. Oh nee, oh nee, oh nee. Er is weer een noodgeval. Toad voelt zich niet zo lekker. Ah. Dus we kunnen Toadje niet meenemen, jammer genoeg. Ik ga een tweede poging doen om Zelda de kleren te geven. Ja hoor, hè. Nu heeft ze wel de kleren gekocht. Dit is echt nog zwakke kleding. Dus Zelda moet echt nog flink betere kleding krijgen. En ik kan een nieuw blaadje kopen. Ah nee, dat ga ik niet doen. Die is wel echt veel te duur op dit moment. 4500. Deze ga ik wel geven aan Luigi. Die kost maar 920 ter vergelijking. Is nog een best wel een mooi ding ook. Veel plezier ermee, Luigi. En Zucker die krijgt een nieuw outfit van mij. Yo, professor Oak, ga jij me even op pad sturen? Eerst een quiz, maar hopelijk kunnen we hierna dan naar links. Wat gaan we nu doen? Open het gordijn. Volgens mij is dit de moeilijke. Dan moet je zien wie het is. We krijgen 3 vragen. Even kijken hoor. Vraag 1. Hoi, Luigi. What up? Oh, moeten we het gewoon zo... Is dit wat we moeten doen? Ja, maar dit is niet moeilijk. Als het zo makkelijk blijft. Oké, en nu? Mario! Ja hoor. Oké, en nu de laatste. Die gaat waarschijnlijk heel snel. We moeten wel goed opletten. Kijk, kijk, kijk. Dat was natuurlijk onze vriend Zuckertje. Ah, dit was helemaal niet zo moeilijk. Ik dacht dat dit wat anders was, joh. Ah, het is eigenlijk best wel simpel. Wat krijgen we nu? Ja, HP-bananen. Ja, dat is allemaal leuk, maar daar heb ik er al superveel van. Ik wil gewoon weten of ik nu naar links mag. Ja, oké, top. Komen we nu dan uit bij de grote hamburger? Volgens mij is dit... Ja, dit is wel waar we moeten zijn. Dit is Hamburger Plaza, jongens. Ja, Serena die zocht een hamburger, want Serena is een kok. En daar is die! Daar is die, het hamburgertje met gezichten. Oh, ik heb nu gelijk trek in een hamburger, jongen. Ik heb sowieso honger. En dan ook nog een hamburger. Oh, geef mij een hamburger. Wie bakt er een hamburger voor mij? Lekker, Mario. Oh, nee. Oh, Mario. Oh. Mario wordt opgegeten. Laat hem met rust. Yo, en laat ook even Zelda met rust, die bijna weer in één keer gesloopt wordt. Als ik Zelda geen nieuw pakje had gegeven, dan was ze nu kapot geweest. Let's go. Geef Mario terug. Kom hier. Klap ze allemaal. Lekker. Oh, de broodjes zijn gelijk kapot. Kom op, Shadow. Lekker, lekker, lekker. Het lijkt alsof ik smelt, zegt Mario. Sorry. Sorry, ik wou even de hamburger bakken. Het is wel een aardig sterke hamburger, moet ik toegeven, jongens. Deze hamburger, die gaat aardig los. Dus even kijken hoeveel HP die nog heeft. Kan ik dat zien? Eerst gaat Shadow aanvallen. Oké, hij heeft nog 1/3 van zijn HP. Dit moet te doen zijn, jongens. Kom op, kom op, kom op. Lekker, Mario is weer terug. En Mario gaat gelijk aanvallen. Oh, 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 rustig aan. Rustig aan. Niet gelijk met Mario kapot maken. En niet gelijk mezelf kapot maken. Mijn strooisel is ondertussen wel op. Dus ik zal nu mijn team moeten gaan healen wanneer dat nodig is. Dan moet de rest maar even gewoon aanvallen. Let's go! Kom op, Shadow. Val aan. Bam! Come on, Serena. Oh, wacht even. Die laat hetzelfde even doen. En dan gaat Mario weer even... Ja, ja, lekker. We hebben het hamburgertje geslacht, jongens. Lekker. Ik denk dat ik even naar de Mac ga, jongen. Even quarter pound halen. Ik heb gelijk honger, man. Potverdorie, joh. Mario gaat een level omhoog. En Shadow gaat een level omhoog. En Zelda gaat een level omhoog. Dit was een goede battle. Dan hebben we nog bonuspunten die ik aan Shadow geef. En dan heeft Serena gewoon lekker de hamburgertje, joh. Die hamburger, die hakt ons bijna in de pan, zegt Serena. Ik had ook geen hoge verwachtingen moeten hebben. Nou ja, we zullen er maar niet al te lang bij stilstaan. Serena, je hebt je hamburger toch? Wat zit je nou te zeuren, joh? Dankjewel voor je 1000 monies, maar je moet niet zo zeuren. Trouwens, heb je wel eens gehoord van de duisterdeurde force Mr. Iwata? En Serena zegt, oh hi, ik heb eigenlijk alleen maar wat geruchten gehoord, maar niet zo goed dat ik daarna heb geluisterd. Nou, daar hebben we veel aan. Top. Bedankt voor je hulp, Serena, en graag gedaan. We krijgen een fotootje van Eget. Ik vind dit wel een prachtige foto. Die moeten we sowieso houden. Die is echt mooi. Oh nee, dat was natuurlijk niet Eget, dat was Rabbit. Wat zeg ik nou weer, joh? Hey, en Toad is weer beter. Nou, ik ben toch de rest ook maar even aan het uppen. Luigi, die krijgt van mij een hele mooie alien-staf. Mooi ding wel. Oh, ik ga een flinke investering doen voor Shadow, jongen. 2500 monies voor de nieuwe kogel. Maar hier wordt hij zoveel beter van. En hij moet gewoon lekker aanvallen, natuurlijk. Mooi inktvispatroontje. Oh, maar mijn geld gaat zo hard. Hier, jij ook nog even een nieuwe pan, Toad. Ja, of moeten we de klasse van Toad verwisselen? Maar ja, dan is die wel weer level 1. Dat ga ik denk ik niet doen. Wie houdt er trouwens van babyvoeding?
fucking dood. Hou jij van babyvoeding? Ja hoor. Nou, we kunnen in ieder geval weer op pad en we moeten naar het reisrijk. Want we zijn natuurlijk informatie aan het inwinnen over de duistere vorst Mr. Iwata hier in het dorpje. En daarvoor moeten we allerlei opdrachten doen. En hier staan er nog twee die graag willen dat we met ze meegaan. Maar laat even weten wie jullie willen dat ik in de volgende video ga trainen. Wie moeten er mee op pad? Doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!